tuinteam Martin Knol en Martijn Tettero van Wonen & Co. neemt deze keer de tuin van Maaike de Bruin in Oudega onder handen. Wat moet er allemaal gebeuren? We gaan hier deze tuinborden gaan we een beetje aanpakken, wat nieuwe plantjes erin, zodat het wat dichter groeit, zodat er minder onkruid doorheen komt. We gaan wat geraniums, wat ridderspoor erin zetten. Ja, wat paars, roze kleuren. Voordat de nieuwe planten in de grond kunnen, moet er eerst flink worden geschoffeld en het onkruid gewiet. De haag neemt flink wat water op. Deze strook is heel droog. Dat komt gewoon door deze grote haag. Die verdampt een paar honderd liter per dag. En daar moet wat aan gebeuren. Door daar compost door te werken. En daardoor houdt de grond veel beter water vast. Het spul staat er net in. De plantjes hebben van tevoren ook water gehad. De kluitjes zijn heel nat. Maar de omgeving is heel droog. Dus we gaan het even royaal water geven. Om een goede start mee te geven. Maar die moet wel een paar dagen gehaald worden hoor. Het is erg droog hier. Het tuinteam van Wonen & Co. is klaar. Hoe vindt u het resultaat? Ik vind het prachtig. Het is heel mooi geworden. Had u dat verwacht dat ze in een uurtje zoveel konden doen? Nee, dat doe ik anders veel langer over.